Hallo, mijn naam is Job van der Bijl en vandaag gaan we heerlijk Indisch koken. Vandaag hebben we op het menu staan Ayam Pedis, oftewel hete kip. En heet, ja, dat is heel betrekkelijk. Wat voor de een heet is natuurlijk niet voor de ander heet. Dus dat mag je helemaal zelf bepalen hoe heet je hem gaat maken. Maar een beetje pittig moet in ieder geval wel worden. Dus laten we gauw gaan beginnen. Voor dit gerecht heb ik gekozen voor kip dijfilet. Dat is een heerlijk stuk kip. Wat heel geschikt is om te sudderen, wat lekker mals wordt. Kipfilet moet je niet doen, dat wordt droog. Maar voel je ook vrij om bijvoorbeeld drumsticks of andere kipdelen te gebruiken. Net wat je lekker vindt, of een hele kip in stukken. Maar ik heb hier ongeveer een kilo dijfilet. En dat ga ik eventjes in stukken snijden. Snij ze niet, kijk, dit soort vellen en vet, dat haal ik altijd een beetje af. Als je een hond hebt, kan je het fijn aan de hond geven. Kijk, en snij dan ja, niet te kleine stukken. Ja, sommige mensen houden van kleine stukjes, maar echt zo'n dijtje in 2-3 stukken, dat is prima. Zo snijden we ze allemaal even op. Zo, de kip is gesneden. Dan ga ik eerst nu alles klaarzetten voordat we gaan beginnen. Ik heb hier 3 flinke uien. Die ga ik even schillen en snipperen. Drie flinke uien gesnipperd. Vervolgens 3 tenen knoflook. Ook eventjes schillen en fijn snijden. Zo. Die tenen knoflook. Mooi fijn gesneden. Gaan we nu even de andere kruiden en specerijen klaarzetten. Dan even een stukje gember. Dit is wel heel groot. Ja. Dit stukje. Het zijn eigenlijk 2 stukjes, maar ik hou van gember. Snij hem even in dunne plakjes. Dan kan de smaak lekker in je gerecht trekken. Je haalt de gember er weer uit. Dus je kan de schil gewoon laten zitten. In dunne schijfjes even laten meesudderen. Een stukje Laos, of de Galanga wortel. Dat snij ik ook even in plakken. Liefst even zo groot mogelijk. Kijk eens, als je zo groot hebt, dan vind je ze weer makkelijk terug na afloop. Kijk eens, 4 mooie stukken Laos, een sprietje seree. Oftewel citroengras. Ik snij van beide kanten even een stukje eraf. En het buitenste velletje eraf. Het buitenste blaadje. En dan kneus ik hem eventjes. Je kunt hem ook de lengte door midden en de knoop erin. Of je kunt hem even met de achterkant van je mes even kneuzen. Want ook hierbij wil je dat de smaken er zo goed mogelijk uittrekken. En als je hem zo erin doet, dan gebeurt er niks. Dus slaat hem even half dood. Ze waren eigenlijk al half dood, maar kijk, oh, je ruikt gelijk dat aroma al. Kijk, nou is hij helemaal open. Dan leg je een knoopje in, zodat je alles lekker bij elkaar houdt. Kijk, en van al deze dingen kun je ook in poedervorm krijgen. Seree poeder, Laos poeder, gemberpoeder, maar er gaat niks boven vers. Dat zeker van de Laos en seree moet je helemaal niet willen gebruiken. Kun je net zo goed zaagsel in je eten gooien. Want echt dat frisse, dat aromatische, dat zit nooit meer in dat poeder. Dus dit gaan we gebruiken en dan gaan we nu even de specerijen klaarzetten. En dan hebben we hier kamiris. In het Engels heet dat candlenuts. Die moet je van tevoren wel even roosteren of poffen in de pan. Want ze schijnen licht giftig te zijn. Je koopt ze rauw. Maar, dus dat heb ik alvast gedaan. En dan maak ik gelijk een heel voorraadje. Je gaat niet per gerechtje 3 van die dingetjes poffen. Dus deze zijn al gepoft. En die kun je op verschillende manieren fijn malen. In een moletje of met een vijzel. Ik gebruik nu een rasp. Je kunt een fijne rasp gebruiken. Ze zijn niet heel hard, dus dat gaat heel goed. Even 4 van die dingetjes raspen. Pas op dat je vingers niet mee raspt. Dat is een heel raar effect. 4 stuks. Even erbij. Dan ketumbar, oftewel gemalen korianderzaad. 1
theelepel. Jinten, oftewel gemalen komijnzaad, een halve theelepel. En dan trassi, dat heerlijke, aromatische, geurende garnalenproduct. Dan ongeveer een kwart of een derde theelepeltje. Doe ik allemaal even bij elkaar, dan kan ik dat zo dadelijk in het gerecht verwerken. En dan kunnen we nu beginnen met de uien te fruiten. We beginnen natuurlijk eerst met de uien te fruiten. In de pan, kan ook in een wok, watjang. Lekker een scheutje olie erin. Gewoon zonnebloemolie. Geen olijfolie, hè? Dat past niet in de Oosterse keuken, dat hoort in de Mediterraanse keuken thuis. Er zit een smaakje aan, dus dat moet je niet gebruiken. Nou, eerst even de uien erin. Even een beetje aanfruiten. Nou, we zijn nu een paar minuutjes bezig. De uien beginnen al wat glazig te worden. We kunnen nu de knoflook erbij doen. Nog even een paar minuten totdat ook de uien echt een beetje lichtbruin beginnen te kleuren. Uienfruit moet je altijd even de tijd nemen. Hè? Dan worden ze lekker aromatisch, gaan ze een beetje karamelliseren. Of dat idem dito. Neem gewoon even een paar minuutjes de tijd voor. Kijk eens, de uien zijn nu lekker aan het verkleuren. Ze worden heel aromatisch. Dan gaan we dit ook nog even meebakken. En we gaan erbij doen, het was ayam pedis, dus dan moet hij pittig zijn. Dan heb je sambal oelek. Daar gaan dan twee eetlepels erheen. Goed, voor heel veel mensen is dit misschien niet pedis genoeg. Als je echt wat pittiger wil, kun je eventueel nog sambal rabbit. De oelek is gemaakt van de... Van de rode Spaanse peper, die is relatief mild. Maar de rabbits, dat zijn kleine rode pepertjes, die zijn lekker pittig. Dus ik hou wel van pittig. Maar hou je er niet van, en je wilt toch een beetje pittig eten, dan zou ik het bij die sambal oelek laten. Ik ga niet zeggen, ik hou niet van peper, dus dan doe ik het er niet in, want dan heb je geen ayam pedis. Ik doe er nog een skepje bij. En dat bakken we allemaal even saampjes op. Niet te dicht met je neus erboven hangen, want als je dat inademt, dan is wel gelijk je verkoudheid weg. Dat scheelt weer. Maar ik vind het ook nog wel leuk om er een vers pepertje doorheen te doen. Dus ik snij dat lombokje eventjes in ringetjes. En die drie rabbetjes. Je kunt ook zeggen, ik doe helemaal niet met sambal, maar ik doe het alleen met verse pepers, dat kan natuurlijk ook. Maar dan moet je straks wat meer zout toevoegen, want die sambal is vrij zoutig. Maar ik vind het wel lekker om dit nog even toe te voegen. Dan bakken we dat ook nog even mee. Dan, als het even gebakken heeft, dan doe je de kemiris met de rest van de specerijen. Dan bakken we ook nog even heel kort mee. Zodra je droge specerijen toevoegt, moet je echt oppassen dat je het niet te lang laat bakken. Die kruiden, dat brandt heel snel aan en dan wordt het bitter. Dus bak het heel eventjes mee, maar niet te lang. Goed. Dan voeg ik nu in dit stadium een halve liter water toe. En blaadjes dondjeroek. Dat zijn blaadjes van een soort limoenboom. Die kun je nog eventjes een beetje zo kneuzen. Dat de smaak er ook lekker uit in je gerecht trekt. Dan vervolgens doen we er een eetlepel suiker in. Een kippenbouillonblokje. Citroensap, of een eetlepel. Ketchup, zoete ketchup, de goede hè, van ABC. Een eetlepel. Tomatenketchup.
ook één eetlepel. Roeren even, brengen we even aan de kook. We hebben er al sambal in gedaan waar zout in zit, maar we gaan straks even checken als het aan het sudden is of het zout genoeg is. Dan kunnen we altijd nog even wat zout naar smaak toevoegen. We hebben ook dat bouillonblokje natuurlijk toegevoegd, dat is ook zoutig. Dus misschien is het helemaal niet nodig, maar dat weet je pas als we het straks geproefd hebben. Nou, dit kookt zo goed als en in dit stadium kan de kip erbij. Dan gaan we dat even aan de kook brengen. Nou, de kip is nu lekker aan de kook. En nu is het, gaan we die lekker gaar laten worden. Dat duurt een half uur, misschien drie kwartier. Dus ik doe in de tussentijd even een deksel erop. Wel af en toe even blijven even omroeren. Dat de smaken goed aan alle kanten erin komen te zitten. Mocht het te droog worden, moet je er wat water bij doen. Maar goed, met een deksel erop hou je het vocht wel in de pan. Dan heb je kans dat het straks wel iets te vochtig is, maar dan laat hem straks nog eventjes, als het gaar is, zonder deksel even inkoken. Dus laten we nu nog eventjes zo zachtjes, rustig, half uurtje minimaal sudderen. En dan zie je hier een heerlijk bordje rijst met ayam pedis. Hij is goed pittig, maar goed, je bent vrij om dat zelf naar eigen pittigheid, naar eigen smaak aan te passen. Maar hij hoort wel pittig, maar ja, ziet er goed uit. Ik zou zeggen, sla het mak aan. Vond je dit nou een leuk recept? Like dan deze video, abonneer je op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van alle andere leuke recepten die ik nog dolgraag met je wil delen.